heet u van harte welkom bij deze wedstrijd. De supporters maken er iets moois van en we hopen dat u ervan zult genieten. En van achter onze microfoons zijn mijn collega Jeroen Guter hier naast me en ondergetekende Siert de Vos. Deze wedstrijd live van commentaar voorzien. We zitten klaar voor hopelijk de mooie squad battles wedstrijd. Ik denk dat het iets heel bijzonders kan worden. Ja, wij zijn natuurlijk liefhebbers van Siert. Het maakt niet uit welke wedstrijd het is. Het is gewoon altijd fijn om erbij aanwezig te zijn. En volgens mij geldt dat ook voor de spelers. Die gaan er iets bijzonders van maken. We kijken naar de opstelling. Is het nostalgie of gewoon het product van een tactisch meesterbrein? Hoe het ook zij, best uniek tegenwoordig. Zo'n 4-2-4 opstelling. Nou, daar overdrijf je helemaal niets bij, Siert. Hier dus de basis zelf van Hurricanes. Vroeger had je zo'n jingle op de radio. Zo van, herinnert u zich deze nog? Nou, daar moet ik ook aan denken bij deze opstelling. Een 4-2-4. Ja, bijzonder hè. Op die opstelling, kijk, kijk. Kunnen ze hiervan profiteren. Goed weggewerkt die bal. Wat zou de scheidsrechter nu in gedachten hebben? We gaan Erling Haaland in actie zien. Daar kun je eigenlijk je ogen niet van afhouden hè, Jeroen. Dit is een speler die vooral bekend staat om zijn ongekende schotkracht. Dus zie het, ik verwacht eigenlijk wel weer een paar pegels op doel van hem. Hij verliest de bal. En dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Verkeerd, maar het gevaar is nog niet geweken. De kans om voor te komen. Het gevaar kan nog altijd oplaaien. Ja, overwicht en kans. Die zijn er genoeg. Het publiek voelt dat de goal in de lucht hangt. En zweept de ploeg nog eens op om de aanval te zoeken. Hij verslaat zijn tegenstander. Haaland. De doelman staat zijn mannetje. Het publiek gaat achter de ploeg staan. Na al die kansen mag er wel eens eentje in. Dat vinden de mensen op de tribune waarschijnlijk wel. Ja, oh, artistiek verantwoord zeg. Het lijkt wel circus. Als je er met zo'n beweging scoort, gaan die beelden de hele wereld over. Ja, geweldig toch. De thuisspelende ploeg geeft hier al een kwartier lange tempo aan. En met al die kansen die ze creëren, lijkt de winnende treffer hier nu elk moment te kunnen vallen. Ze mogen inwerpen. Er speelt nu de bal. Getuigd van spel is. Kvaratskhelia. Goal. De eerste van de wedstrijd. Ik zou zeggen, dik verdiend. Inderdaad, ze spelen duidelijk beter dan de tegenstander. Dus deze voorsprong is niet meer dan terecht. Oh, wat een heerlijke treffer. Die speler ontsnapt, dan de schitterende loopactie, geniale techniek en vervolgens uiterst efficiënt afgerond. Ja, daar kun je alleen maar bewondering voor hebben. William José. Ze pakken de bal af. Hier is Kvaratskhelia. Dit moet het doelpunt worden. Ja, goal! In korte tijd en ook deze bal erin. Op deze manier gaan ze binnen. Ja, deze goal komt voort uit het feit dat ze met heel veel overtuiging spelen. En de tegenstander eigenlijk voortdurend naar adem laten happen. Die komen gewoon niet onder de druk vandaan. In het centrum gespeeld. De speler werkt de bal weg.
Kvaratskhelia. Hij pakt de bal en begint aan uit te gaan. Weer een goal, alsof het allemaal niks kost. Wat gaat het lekker vandaag. De voorsprong groeit nu naar 3. Voor de tegenstander het echt door had, was hij al buiten bereik en kon hij die kans benutten. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. Oh, wat een schotkans. Raak! En zo blijven ze uitlopen. Wat gebeurt hier toch allemaal? Ze staan inmiddels 4 treffers voor. Zo'n doelpunt kan eigenlijk alleen maar tot stand komen als de paas in orde is. En deze is dik in orde. Perfect gewoon. En vervolgens kunnen ze met z'n tweeën zo op de doelman af. Die staat er helemaal alleen voor. Ja, dan is er geen redder meer aan natuurlijk. Hij kan niet. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. De scheidsrechter fluit voor het einde van de eerste helft. Hebben van kant gewisseld en zijn klaar voor de tweede helft. Dennis Bergkamp. Het publiek wil een schot zien. Kan hij hiermee? De bal stuit er terug het veld in via de paal. Goed gedaan zeg. De dreiging verholpen. En de situatie gered. Daar zit hij mooi tussen. Geertruida. Samuel Chukwueze mag ontvangen. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Mooie actie. En nu Samuel Chukwueze. Met de bal naar binnen. De bal komt tegen een tegenstander aan. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Oh, en ook die zit. Ze blijven maar scoren. Waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. De goal werd ingeluid door een geweldige actie van deze speler. Hup, je man voorbij en hoppa, bal langs de keeper. Hoho, weergeloze actie. En genadeloos afgerond trouwens. De bal knullig verspeeld. William Jazet kan verder met de bal. Wat een geweldige bal. De score is 5-1. En we trappen weer af. Haaland. Kvaratskhelia. Prima gekeerd, die poging op toe. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. De toeschouwers willen een schot zien van Haaland. Een onvervalste hat-trick, dan ben je een goeie hoor. Ah, ongelooflijk ziet, hij legt ze er allemaal in. Een kans, een goal, de verdediging maakt geen schijn van kans. Ja, zie je het, hier konden we op wachten. De hat-trick. De verdediging slaagt er maar niet in om hem in bedwang te houden. En dan krijg je dit. Wat heeft hij het op zijn heupen, zeg. We gaan verder spelen. En de stand is 6-1.
Gevaarlijke steekbal. Henk Larsson met ruimte voor zich. Maar het gevaar is nog niet geweken. Wat een doelpuntenmachine deze man. Het is alweer zijn derde, hè? Vandaag speelt hij echt de sterren van de hemel. De klasse druipt er vanaf. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Balbezit naar die sterke tackle. We beginnen aan de laatste. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Het gevaar nog niet geweken. En weer een doelpunt. Ze gaan maar, Tori. Ze maken de ene naar de andere treffen. Fantastisch gewoon. De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Samuel Chukwueze mag ontvangen. En dan Haaland. Larsson. Nu bij Bergkamp. De kans nu uithalen. Verkeerd door de keeper. Ja, blijf opletten. Ja, en dan is dit natuurlijk buitenspel. Let dan ook op. Ja, ik weet niet waar die speler met zijn gedachten is. Die staat er gewoon een beetje te wachten of zo. Beter kijken hoor, de volgende keer. Nu Samuel Chukwueze. Kans hier. En zijn naam staat nu drie keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. 2 minuten blessuretijd. William José. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Zo zijn we aan het einde van de wedstrijd gekomen. Ze winnen hier in eigen huis. Ze hebben de wedstrijd gedomineerd. Ze waren hij. Wat een enorm fenomeen is Erling Haaland. Vandaag was hij opnieuw weergeloos goed. Ja, je kunt niet anders zeggen. En bijna elke wedstrijd. Dit gebeurt natuurlijk niet elke dag, hè? Dat je een hat-trick maakt. Deze speler was zo ijzingwekkend cool voor het doel vandaag. En dan bezorg je je team dus de overwinning. Moi j'ai la jungle, j'avais les Air Max, mais j'ai rangé, j'ai mis le Hermès avant le jingle. Desert, j'ai mis le finger, j'ai mis dans le pour avoir le bénéfice, fallait la rigueur. Toujours à Van Alpes.